Er blijft muziek klinken in deze aflevering, want na twee nieuwe musicalcreaties keren we nu met een iconische theatertekst terug naar de basis van al dat muzikale gefeest. De Drie Stuiversopera van Bertolt Brecht. Na lange afwezigheid eindelijk nog eens te zien in Vlaanderen. En daar kan een mens alleen maar gelukkig van worden. Bij ons, de vertaler en ook bezieler van Brecht, zeg maar, Geert van Isterdaal. Welkom. Goedendag. Ja, mensen kennen jou wellicht nog van het journaal. Zo lang geleden, 30 jaar. Exact 30 jaar al bijna, ja. Ja, 30 jaar. Gaat snel, hè? Tegen wie zegt u het? Ik word hoogbejaard. Maar in elk geval, je zit hier vandaag niet omwille van dat bijna jubileum van 30 jaar. Nee. Je komt bij ons omdat je, en vele mensen weten dat wellicht ook, dat je ook een enorme creatieve geest bent met literatuur, met vertalingen bezig. Vanwaar die passie? Ik weet het niet. Dat komt eruit. Dat kun je niet tegenhouden. Nee. Dan zit je op allerlei stukjes papier zinnetjes te schrijven. En dan denk je ineens, ja, maar waarom zou je dat niet eens fatsoenlijk maken? Ja. En daar een dichtbundel of een roman of zo. Ja. En dan doe je dat. Hè? Was dat altijd iets dat je deed? Was dat een soort vlucht voor de wereld die in de journalistiek zit? Vlucht? Nee, dat was een soort meer een tik nerveus. Ah ja. Iets anders. En dat was dus in de jaren... In de jaren 80 heb ik mijn eerste twee fatsoenlijke dichtbundels geschreven. Ja. Dat daarvoor mag niet tellen. Nee. Ja. Dat is toch al een hele periode dat je ook met je literatuur bezig bent. Was ik toen al een laatbloeier, hè? Want normaal doe je puberteit. Hè? Ja. Maar misschien heeft mijn puberteit wat lang geduurd. Misschien is ze nog bezig. Ja, kijk eens. Maar in elk geval, jij bent ook een eminent vertaler van werk van Bertolt Brecht. Ja. De Drie Stuiversopera, dat was een opdracht die van Frans Marijnen, die helaas overleden is. De intendant van de KVS in Brussel. Mm-hmm. En die moest dat dan doen, nadat hij weg was bij de KVS, voor het Nationaal Toneel Den Haag. Mm-hmm. En daarvoor heb je dat gedaan, ja. Ja. En dat is niet eenvoudig, denk ik. Nee, dat was niet eenvoudig, want tijdens de repetitie heb ik nog vooral die liedteksten aangepast. De rest, dat bekte wel. Ja. Maar die liedteksten, dat moet natuurlijk precies in het ritme zijn en precies op het juiste moment. Ja. En als een acteur of een actrice dat moeilijk gezongen krijgt, uitgesproken krijgt, dan is dat niet goed. Nee. Dan moet je er iets anders aan doen. En het is ook minder medeklinkers bijvoorbeeld. Het is ook zo, als je de tekst leest, dan lijkt het vrij eenvoudig, maar er zitten zoveel lagen in, er zit zoveel diepte in die tekst. Ja, dat is waar. Ja. Dus dan heb je als vertaler er ook wel wat werk aan. Dan is het niet louter van Duits naar Nederlands. Je kunt het niet altijd bijhouden, hoor. Dat bestaat niet. Nee. Dat is een illusie die je moet opgeven. Ja. En die Drie Stuiversopera, is dat nu iets wat uit het repertoire van Brecht springt? Is dat zijn meesterwerk? Is dat, Ik vind het zijn meesterwerk, maar anderen zullen zeggen Moeder Courage of iets anders. Het is wel de Brecht voordat hij naar het communisme begon te neigen. Al had hij al Marx gelezen toen. Hij is nooit lid geweest van de partij, daar was hij veel te sluw voor. Was berekend op dat vlak. Ja. Na de oorlog heeft hij in de DDR gewoond, dus de Oost-Duitsland. Met een Oostenrijks paspoort en een West-Duitse en een Zwitserse bankrekening. Dus hij wist zich wel te bewegen in het wereldje. Hij was zeer op geld uit, dat is ook zo. Hij had al dingen geschreven waar de componist van die liederen, Kurt Weill, een Joodse componist trouwens, van onder de indruk was. En dat waren soms heel, laat ik zeggen, gemene dingen. Brecht had een voorkeur voor de goot. Ja. Voor de armzalige clochard. Ja, het volk aan de rand. Ja, voor de randfiguren. Ja. En hij had toen al een prachtige dichtbundel geschreven, de Hauspostille. Die was nog niet zo lang uit. En Kurt Weill is toen naar hem gekomen en gezegd, daarop en nog met een andere tekst van Mahagoni zouden wij misschien iets kunnen doen. Uh-huh. En Brecht wilde dat wel, maar was niet helemaal overtuigd. Nee. Het heeft vrij lang geduurd eer men hem over de streep had getrokken. Ja, maar achteraf gezien wel een gelukkige samenwerking geweest. Ja, een zeer gelukkige samenwerking. Want die Weill die stond bekend als een zeer serieuze componist. Heel modernistisch, zonder melodie, harmonie of zo, heel anders. En die heeft dan voor deze muziek
bronnen geraadpleegd als jazz, slagers. Ja. De operette zit er ook in. Ja. Cabaretmuziek, want ja. Berlijnse cabaret bloeide toen. Het speelde zich allemaal in Berlijn. Hè. En ja, hij... Hij had zijn ziel blijkbaar wat verkocht misschien voor pers en critici. Misschien waren er meer dan, was er meer dan één ziel in zijn borst. Ja, kan ook. Want later, toen hij moest vluchten, Jood zijnde, naar Amerika... Ja. Heeft hij dan nog eens puur Amerikaanse musicalmuziek geschreven. Mm-hmm. Dus hij kon dat allemaal. Nee, ja. Dat is ook een van de geniale dingen. Binnen een paar jaar is het 100 jaar geleden dat geschreven is. 28, is die tekst nog actueel dan? Bah, het is de universele, altijd doorgaande smeerlapperij. Ja. Dat is het eigenlijk. Niks veranderd. Nee, want het gaat terug tot de tekst uit de 18e eeuw trouwens. Een Engelse tekst. En een van Brechts medewerksters, Elisabeth Hauptmann, die goed Engels kende, Brecht kende nauwelijks Engels, die heeft dat voor hem vertaald. En ja, hij wilde daar niet aan. Waarom? Omdat in die oude bedelaarsopera, de held, de schurk. Mm-hmm. De schurk was de held, maar de schurk was zo'n romantische schurk. Ja. Weet je? En daar moest Brecht helemaal niet van hebben. Nee, want de wolf in, de wolf in schapenvacht. Nee, gewoon een wolf. Ja. Die zakelijke wolf. Peachum, Mackie, dat zijn allemaal... De figuren uit de Drie Stuivers opera. Ja, die figuren, dat zijn helemaal nuchtere, cynische klootzakken. Ja, dat zijn ze eigenlijk. En er zit nu in de titel de Drie Stuivers opera. Ja. Is het dan ook een opera van... Moeilijk te zeggen, hè. Wat is de definitie van opera? Dat 18e eeuwse stuk heet al opera. Mm-hmm. Dit heet opa, dus opera. Mm-hmm. Maar er wordt heel veel in gesproken. Ja. Het is een aaneenreiging van taferelen. Mm-hmm. Waar dan mensen naar voren treden en beginnen te zingen. Het is een buitenbeentje tussen muziektheater en wat we later musical zullen noemen. Misschien heeft hij wel iets helemaal nieuws gedaan. Het was in ieder geval de bedoeling. Mm-hmm. Want Weill en Brecht kennen elkaar eigenlijk niet. Nee. Maar over één ding waren ze het eens. We gaan nu eens iets heel anders doen. Ja, en het is hen gelukt, want vandaag de dag wordt het opnieuw... Op het nippertje, hè? Ja. Op het nippertje, want tot op het laatste moment ging alles mis. Ah, ja. Een van de hoofdrolspelers, speelsters, Polly, dus de rol van Polly, die vond dat haar rol veel te klein was. En hij Brecht een tafel op het podium laten zetten tijdens de repetities. En hij begon te herschrijven. En dan is er nog iemand ziek geworden. En daar stond er eentje met zijn koffers gepakt. Ja. En zijn die gaan smeken om toch maar te blijven. Ja. En zit dus toch een beetje een vloek op. Ja, maar tijdens de première bleef het publiek muisstil voor de eerste twee schuifjes, als ik het zo mag noemen. Maar zodra men dan het kanonnenlied begon te zingen... Was het Hek van de Dam. Voilà. En moesten ze elk lied 2 tot 3 keer zingen, wat ze normaal nooit deden. Nee, maar zij konden het. Hè? Maar zij moesten het doen. En achteraf was de pers buitengewoon kritisch en zuur. Want het was niet serieus genoeg. Nee. We krijgen nu een nieuwe versie in Vlaanderen. Zo dadelijk schuift de cast hier bij ons aan tafel. Of een deel van de cast. En dan zijn we eens benieuwd. Want zij zijn met jouw tekst aan de slag gegaan. Maar dat is voor na de korte onderbreking. Tot zo. Ja. En welkom terug bij Affiche. Bij ons nog altijd Geert van Istendaal. Die kwam vertellen over de Drie Stuivers opera. Die hij vertaald heeft voor een gezelschap in Nederland. En dat nu in Vlaanderen ook te zien zal zijn. Maar de cast is erbij komen zitten. Welkom Peter, welkom Daniel, welkom Ben. Ja, en jij speelt niet alleen Ben. Je bent ook een van de initiatiefnemers. En dan stel ik mij de vraag... Van waar het idee om deze Drie Stuivers op de planken te brengen? Wel, het is eigenlijk zo dat we om de 4 jaar een groot stuk proberen spelen. We doen dat al verschillende jaren. En dit jaar zijn we dus toegekomen aan de Drie Stuivers opera. Ja. Waar we een beetje de grenzen proberen opzoeken. Een beetje, waar we toch... Dit is een enorme uitdaging. Hè. Ja. In het begin was ik een beetje, je begint dat te lezen en je begint naar die muziek te luisteren en dan denk je, oei, wat gaat dat worden? Maar ik moet zeggen, de eerste 2 repetities later, dan heb je een heel ander beeld. Dan zie je gewoon die dynamiek naar boven komen en dat is ongelooflijk. Je hebt er vorming gekregen, Daniel, in de voorstelling, want het lijkt een beetje gehakt stro. Kon ik daarnet ook al wat afleiden? Jawel, jawel. Maar het is...
Het is toch een beetje een buitenbeentje, vind ik. Als stuk op zich. Uh-huh. Omdat als je de tekst leest... En ik heb hem gelezen en gezien in mijn opleiding. En toen dacht ik, nooit meer. Dat doe ik nooit meer. Dat was saai, dat was oudbollig. Maar dat is helemaal niet waar. Ik was toen te jong, denk ik. Ja. En met de leeftijd, dan ga je daarin graven. En als je dan natuurlijk ook die kans krijgt van een regisseur om daarin te graven, ja, die zelf ook begint te zoeken, dan wordt het pas interessant. En dan vind ga je samen de, lagen... de weg door het ja, bos heen. Ja. Ja, en dan ga je de lagen in de tekst ook zoeken, ja, en vinden ook. Ja. En is dat inderdaad zo, Geert, dat daar verschillende gezelschappen mee geworsteld hebben met die productie? Ja, natuurlijk, ja, ja, ja. En dat vernieuwt zich altijd. Hè? Ik ben benieuwd om jullie vertoning te zien. Mm-hmm. Dat zal heel anders zijn dan, dan die in Den Haag of die in Berliner Ensemble natuurlijk. Ja, ja, ja. En Peter zegt het net van, ja, ik ben ook benieuwd om het te zien. Ben je er nog niet? Het is een heel proces, hè, zoals Daniel inderdaad aangaf. En Ben ook, in het begin, de eerste keer dat je het leest, dan denk je, oei, en dit. En soms een beetje toch wel moeilijke teksten, die niet altijd even gemakkelijk bekken, mm-hmm, in de hedendaagse volksmond, als ik het zo mag zeggen. Maar toch, hoe meer je ermee bezig bent, ontdek je inderdaad, zoals Daniel aangaf, die lagen en die dieptes en soms het komische of het, net het vulgaire aspect in die zinnen, in de interacties met andere mensen, mm-hmm, en andere acteurs. En dat maakt het dus heel boeiend om te spelen, omdat elke keer, elke repetitie opnieuw is weer zoeken en toch ontdekken en ons ook, allez, ik zal me voor mezelf spreken, heel veel amuseren toch? Maar ja, dat iedereen zich heel goed amuseert. En je mag de titelsong bijna zingen, zeg maar, en Mac the Knife, ja, die hele bekende jazzstandard, ja, die jij mag brengen, maar je bent ook het, ja, gemene figuurtje, toch? Ja, ik mag, of ik heb de eer of het genoegen om Mac the Knife te spelen, dus Mackie Mess in het Nederland, in het Nederlands. En dat is toch wel een heel interessante figuur ook om op de planken te brengen. Het is niet zozeer het klassieke stuk waarbij dat er een goede rol is, een antagonist en een protagonist, en die vechten het dan uit en uiteindelijk wint het goede of het kwade. Nee, nee. Hier merk je echt wel, er is geen goed en er is geen kwaad eigenlijk. Op de flyers staat ook, ook al denkt u zelf een goed mens te zijn. En dat is het exact. Niemand in dat stuk is eigenlijk goed. Iedereen is eigenlijk op een of andere manier toch wel slecht. Ja, en smeerlappen bij elkaar. Inderdaad, mensen. Brecht hield daar echt van. Ja, ja. Dat platte, vulgair, daar hield hij echt van. Inderdaad. Ja. Maar dat is ook het stoute van Brecht, ja, hè, dat daarin zit. Hè. Toen die man die dat theater moest oprichten, die africht, dat stuk las, dan zegt hij, oh, dit is toch zo echt wel een hondsbrutaal stuk. Ja, ja. Stout, daar hield hij ook weer van. Ja. 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 Want jij komt uit de journalistiek, Geert. Zijn er bepaalde beroepsgroepen die zich daarin... Maar die journalisten zijn zo braaf. Ze zijn koorknapen tegelijk. Maar ik bedoel, kan dit een afspiegeling zijn van politici? Nee, die zijn ook veel braver. Oh, ja. Dan ben ik benieuwd, wie zit er dan wel? In welke laag van de maatschappij zitten we dan? Je moet al... Goh, de onderwereld? De onderwereld, ja, daar moet je al in gaan. Ja, dat was ook wat Brecht fascineerde daarin. Ja. Hij heeft, toen hij iets ouder dan 20 jaar was, dus, heeft hij een stukje, het was veel eerder dan dit, heeft hij een stukje Baal. Mm-hmm. En dat is ook zo'n een vreselijke smeerlap, schurk, rotzak. Mm-hmm. Die cynisch enzovoort, dat had hij al. Het zijn die randfiguren die hij opzoekt. Ja, ja, heel sterk. Ja. En heeft Brecht nu ook... Hij heeft niet alleen met de Drie Stuivers opera wereldliteratuur aangeleverd. Nee, nee, nee. Hij heeft ook wel de theaterpraktijk beïnvloed. Hoe, ja, men is gaan kijken naar theater... Zijn grondgedachte was... als iemand op scène staat, op de bühne in het Duits... Dus, de acteur of de actrice... dan moet je nooit vergeten dat het een acteur of een actrice, ja, is. Ja. Het is niet zo dat je doet, oh, dit is een echte boer of een echte... Ja. Je mag niet mee in het verhaaltje. Of wat dan ook. Nee, nee. Het is allemaal kunstmatig. Ja. Ja. Ja, en is dat ook wat jullie ermee doen? Ik vind dat ook wel het moeilijke soms eraan. Want ik ben dat ook helemaal niet gewoon. Je kruipt in een personage, fictief of bestaande, maakt niet uit. Maar je gaat op zoek naar bewegingen. Je maakt daar iets van. Hè. Mm-hmm. Het denken zelfs. Hè. Maar dit is niet alleen het personage. Het is jezelf ook dat er staat met momenten. Ja. Nu, met momenten is het ook heel duidelijk voor het publiek. Van oké, we stappen er even uit. Maar wij zijn dan niet gewoon, hè? Nee, nee. En dat is toch wel even een serieuze aanpassing. Ja. Want ik hoorde daarnet het woord in de volksmond vallen. Dit hele stuk, dat zich dus afspeelt in en rond de goot... Ja.
Mm-hmm. Dat werd in algemeen beschaafd Hoogduits gedebiteerd. Hè? Terwijl, stel dat die schurken ooit bestaan hebben, dan zul je wel heel plat gesproken hebben. Maar nee, ja. Nee, maar... En het juist, moest bevreemdend overkomen. Juist door die spanning tussen dat prachtige Duits, dat beeldhouden Duits... Mm-hmm. En de inhoud, jongens. En de woordenschat. Ja, dat klopt niet, hè? Ja, maar dat is de bedoeling. Maar dat is de bedoeling, ja. Hè? Ja. Wat speel jij, Danielle, in de voorstelling? We weten dat Peter al Mackie Messer, het hoofdpersonage... Ik speel Celia Peachum. Ja. En dat is eigenlijk iemand? De vrouw van de bedelaarsbaas, gaan we het zeggen. En het is ook gelijk als de rest, hè. Iemand die alleen zorgt voor zichzelf... Ja. Die ziet dat zij er goed uitkomt. Die kan heel lief zijn, maar die kan ook verschrikkelijk zijn. Zelfs tegen haar eigen dochter. Ja, want ik las op jullie folder, eerst komt het eten en dan pas de moraal. Ja. Hè? Dus je moet niet te veel nadenken. Niet te veel, ja. En jij, Ben, wat speel jij? Ik heb het genoegen om de verteller te zijn. Dus ik mag het stuk een beetje naar elkaar gaan praten. En dat maakt het langs mijn kant natuurlijk een beetje gemakkelijker. ik mag continu uit mijn rol zijn. Mag je ook zingen? Ik mag ook zingen, ja. Ja. En welk nummer? Is het een bekend nummer? Het is een heel bekend nummer, ja. Dat van Mac the Knife? Mac the Knife, absoluut. Ja. En ik mag het stuk daarmee openen, dus heel veel druk op de schouders. Ja, alle stress komt naar jou. Ja, absoluut. Ja. En is het een bijzondere voorstelling, of wat maakt deze voorstelling bijzonder? Wel, ik denk, zoals Geert inderdaad net aan al, het woord bevreemding, dat echt wel het sleutelwoord is, althans volgens mij, voor heel het stuk. Het is niet alleen de tekst en de personages, het is ook echt wel de muziek. Het is zeker geen muziek of geen liedjes die makkelijk te leren zijn in elk geval. Het is heel soms een beetje disharmonisch. Ja. Dus het is zeker geen standaard muziek. Ja. En dat zorgt bij het publiek, althans zoals ik het toch aanvoelde, vanaf moment 1 bij een heel, ik ga niet zeggen oncomfortabel, maar een heel bevreemdende sfeer van wat is dit? En dat is net ook het leuke. Dat neemt je wel mee. Het is wel een leuke voorstelling. Wordt er ook in gelachen? Ja. Zeker. Ja. Absoluut. Er zit heel veel humor in. Ja. Maar ik denk ook de ensenering dat het bevreemdend maakt. Iedereen staat mee op de scène, ook de kappers en ook de sminkers. En ook, ik denk dat ook... dat zijn we ook niet gewoon. Hè? Nee. Dus alleen mensen moeten gewoon durven de voorstelling te komen zien, omdat het net zo'n buitenbeentje is. Ja, het is een buitenbeentje. En omdat Brecht met zijn drie stuivers nog eens te zien is in Vlaanderen. Ja tuurlijk. Tuurlijk. Dat vind ik een heel, heel mooi initiatief, eerlijk zeggen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. En het wordt gewoon een keigoeie voorstelling. Punt. Dat kan niet anders, Danielle, als ik zie wie hier allemaal rond de tafel zit met de vertaling van Geert. Ja. Ik weet dat we hier nog uren over zouden kunnen doorpraten, maar ze moeten maar komen kijken, want jullie hebben alvast de sfeer gezet. Ga je ook kijken, Geert? Ja, natuurlijk ga ik. Ja, voilà. Dus dan, hoe jullie dat massacreren, dat stuk. Ja. Er zit toch ook een beetje Brecht van Istendaal met. We doen het. Ik kan niet aan zijn hielen. Nee. En voor de rest wil ik het ook helpen. Nee, maar als je het mag vertalen, dan zit je al heel ver. Hè. Ik wens jullie heel veel succes. Maak iets moois met die drie stuivers van Bertolt Brecht. Absoluut. Ja. Wie dus wereldliteratuur op een erg toegankelijke wijze op de plank wil zien, moet in april richting Cultureel Centrum Ter Veste in Beverenwaas. Want daar speelt vanaf 14 april de Drie Stuivers Opera. Een groot theaterspektakel met live muziek en meer dan 100 medewerkers op de planken. En alle info daarover kan je terugvinden op ketbeveren.be. En vergeet geen koppeltekentje tussen Ket en Beveren te plaatsen.